zie er wel een beetje raar uit. Ik lijk wel een boef. Maar jullie hebben natuurlijk ook wel gemerkt dat er heel veel mensen zijn besmet. Ja, ook op de scholen. Dus ben ik heel voorzichtig. En omdat er zoveel besmettingen zijn, hebben we woensdag 24 november geen Young Creative Kids. Dat vind ik helemaal niet leuk. Bah, niks aan. Maar daarom houden we dit jaar in plaats van kerstfeest op het plein. Ja, dat is er niet. Maar wel een drive walk through. Dat is een Engels woord, weet je. Weet je wel wat dat betekent? Ja, dat je gewoon door kan lopen. Oké, maar wel in de kerk. Ja, alle kids die een knutselwerkje hebben, een kapstok of een voerkopje voor de vogels of een ster. Je weet wel, je hebt die zelf gemaakt natuurlijk. Die dat hebben gemaakt, ja, bij de Young Creative Kids. Die mogen dan op vrijdag 17 december, zet het alvast maar in je agenda. 17 december, en anders onthoud je maar, want jullie zijn heel slim. Van 6 uur tot 7 uur ophalen in de kerk. Ja, oh ja, dat mocht ik niet zeggen, maar het is wel zo. Je krijgt ook een surprise dan. Ja, nou ja. Maar wees met elkaar hartstikke voorzichtig, hè. Heel voorzichtig en zorg goed voor elkaar. En denk een beetje om elkaar, hè. En ik zie jullie natuurlijk wel allemaal terug in 2022. Ja, maar dan gaan we vast en zeker weer met de Young Creative Kids verder. Dan maken we er een feest van. Nou, allemaal. Oké, nou, tot ziens. Doei!